parcoursbouwer zet het parcours neer waar de paarden overheen springen in een wedstrijd. Wat we nu gaan bouwen is een kwalificatie voor de wereldbekerwedstrijd op zondag. Ja, en waar let je dan op? Het eerste uitgangspunt is altijd dat de veiligheid van de paarden en de mensen gewaarborgd worden. En verder proberen we er gewoon een mooie wedstrijd van te maken. Waarin elke combinatie de kans heeft om te vlammen. En hoe maak je nou een mooi parcours? Hoe bouw je dat? Een mooi parcours moet in principe een vloeiende lijn zijn. Je kunt je voorstellen, een paard gaat over vier benen. Dus die heeft eigenlijk een beetje ruimte nodig om zich te bewegen en om een wending te maken. En dan heb je het over de afstand tussen de hindernissen, neem ik aan. Ja, maar ja, ja. Heb je ook verschillen in hindernissen? Ik neem aan van wel. Ja, je hebt in de eenvoudigste manier heb je dus zeg maar stelsprongen. Die staan dus op één vlak opgesteld. En dan heb je ook oxers. Die bestaan dus uit twee vlakken. Dat betekent dus dat het paard niet alleen omhoog springt, maar ook nog een keer naar voren moet springen. En dat geeft natuurlijk wat je zou kunnen verwachten, meer krachtsinspanning voor het paard. Omdat hij dus zowel hoog moet springen als ver moet springen. Dus dat kost meer energie. Voor de wedstrijd dan één keer dat parcours rijden? Of nee, ze mogen het niet rijden, ze mogen het wel lopen. En dat lopen heeft dus twee redenen. A, moeten ze dus zeg maar het verloop van het parcours moeten ze dus verkennen. En verder, een paard gaat over vier benen, heb ik gezegd. Dat betekent als hij een galopsprong maakt, dat hij ook een bepaalde afstand overbrugt. En wat je dus kunt doen is, als je dus die afstanden tussen die hindernissen wat nauwer maakt of iets wijder maakt, dan moeten die ruiters de paarden meer verzamelen of iets meer naar voren rijden. De een heeft een groot paard, de ander heeft een klein paard. Dus daar zit voor elke ruiter natuurlijk ook nog weer verschil in. En zij moeten dus tijdens het parcours verkennen, moeten ze dus zien wat ze dus gaan doen. Dat zijn dus eigenlijk een beetje zo de tempowisselingen die erin zitten en die ook meestal de fouten brengen. Zo, het hele parcours gelopen? Ja, dat was een aardig parcours, ja. Ja, en wat vind je ervan nu? Nou, ik denk dat het voor mij wel een aardig zwaar parcours is. Omdat ik die hoogte ook nog niet zoveel heb gesprongen. Het staat aardig aan de maat, een dikke 1,50. Je begint natuurlijk al meteen met een breedte sprong. Je komt uit de bocht, dus ze moeten wel veel met kracht ook springen. En je hebt ook een aantal lijntjes in het parcours waarvan je zegt, als je een klein paard hebt, dat je misschien een galopsprong extra moet rijden. En een ander die een groot paard heeft, die waarschijnlijk dan die galopsprong eruit rijdt. Nog werk in de borst, dames en heren. En totaal 7-10 standpunten. Wat vond je van het parcours? Nou, het was voor mij toch best wel een pittig parcours. In het begin ging het wel lekker. Dan was mijn paard een beetje rustig. Maar aan het eind van het parcours werd hij toch een beetje moe en wat heet. Dus ja, en dan raffelt hij net alles een beetje af. Dus jammer genoeg had ik wel 4 af. Maar vind je dat Rob het goed heeft gedaan? Ja, hij heeft een heel mooi parcours gebouwd. Technisch en ja. Er rijden een heleboel goede ruiters mee, dus ja, moeten we heel selectief bouwen. Maar ik vind, iedereen kan er in principe overheen.